Ook deze vierde verkiezingsuitzending van Brandpunt bevatte weer een aantal uitslagen van een politieke enquête. Mocht u thuis teletext kunnen ontvangen, dan kunt u die uitslagen vanaf nu tot zondagmiddag 2 uur nog eens rustig nalezen en wel op pagina 524. En dit is het einde van deze KRO zaterdagavonduitzending. We zijn er weer morgenochtend om 11 uur op Nederland 1 met een eucharistieviering vanuit de kerk van de Omroepparochie in Amersfoort. U kunt nu nog kijken naar een uitzending van de Socialistische Partij, naar reclame, journaal en nieuws voor doven en slechthorenden. Wat mij betreft, slaap lekker straks en tot de volgende keer. In de zendtijd voor politieke partijen volgt nu een uitzending van de Socialistische Partij.